Hi, I'm Jim Larson from Forest View Farms in Tinley Park. We had fantastic news coverage. I had told them how big the beast was, 150 feet long, 35 feet wide, 25 feet high. But until they see it, that means nothing to them. What? It's a wonderful attraction. It's a wonderful addition to something that you might already have existing. The pure size of it is an awesome billboard, especially if you can put it close to a road or somewhere with a high traffic area. It's increased our attendance at least by 20%. So our bottom line, our total income, our revenue is up dramatically, maybe 50, 60%. Experience. When people come out of the tail there, just a great time just to kind of sit back and watch their expression coming back. Most of them either holding their heart, laughing, they're bending over, some are falling down. It's a great time going through the beast at night. It's a great time watching the customers come through and have a great time. Vastgeketend op het Astridplein in Antwerpen. Het is een soort dinosaurus van 43 meter lang en 8 meter hoog. Wie durft, betaalt 3 euro en ontdekt de ingewanden van het monster. Het beestje heeft ook last van winderigheid. Ja, ik heb soms wel een beetje schrik, want soms fokken ze me en soms niet. Ik vond het wel eng, want op het einde was er wel zo heel hard geluid en dat hij wel zeer aan uw oren. De makers van dit schepsel werkten ook al mee aan de decors van Harry Potter en The Lord of the Rings. In Rusland is het monster al een beroemdheid. Ons beest hier heeft ooit meegespeeld in een videoclip. En dat... Er bestaan 7 van dit soort dino's, eentje voor elk werelddeel. Die van Europa ligt te ronken in Antwerpen tot het einde van de paasvakantie.